Welkom in de beeldhouwerij. Hier werken we met z'n drieën. En dat zijn Stie de Vos, Jelle Steendam en ikzelf, Koen van Velzen. Hier in deze beeldhouwerij werken we met z'n drieën aan ornamentwerk voor kerken en kastelen. Zoals bijvoorbeeld de Eusebiuskerk in Arnhem, de Domtoren en de Domkerk in Utrecht en de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Op het moment zijn we bezig met de luchtboogbeelden van de Eusebiuskerk. En wel de luchtboog met de muzikanten en die met de apostelen. Jelle, Stie en ik zijn alle drie zelfstandig beeldhouwers. En we werken hier in deze landelijke omgeving omdat we hier het minst overlast bezorgen. Want het brengt nogal wat stof en herrie. En omdat het natuurlijk een prachtige plek is om te werken. Ik zal jullie meenemen langs het proces van blok tot beeld. En iets uitleggen over onze werkzaamheden aan deze groep beeldhouwwerk. Dit zijn drie van de blokken die we hebben om beelden uit te maken. Hierachter ligt er nog één. Uit deze blokken, dit is moeselkalksteen, maken we de kopieën voor de nieuwe luchtboogbeelden. Deze moeselkalksteen die komt uit Duitsland. En daar hebben we al het beeldhouwwerk voor de toren en voor de luchtbogen uitgemaakt. En ook heel veel andere natuursteen voor de restauratie van de Eusebius is uit deze steen gemaakt. En als je met zo'n beeld begint, dan is het best wel veel werk om het oude beeld na te meten en over te zetten in de steen. Dus daar hebben we een systeem voor ontwikkeld. En dat werkt prima, waardoor we veel minder meetwerk en minder hakwerk hebben. En dat ga ik jullie laten zien. Hier zit ik bij een aantal oude beelden van de Eusebiuskerk. Dit is van luchtboog 14. Dit is de accordeonist. Dit zijn Jacobus de Mindere en Jacobus de Meerdere van de luchtboog met de apostelen. Nummer 16. En deze beelden zijn verweerd. En de tufsteen heeft het niet uitgehouden en daarom vervangen we ze in nieuwe steen. In die moeselkalk die ik net liet zien. En misschien zie je het wel, er zitten allemaal scheuren in. Het beeld is al een paar keer gerepareerd. Hij mist een vinger, die hebben we al aangeheeld met klei. En daarachter staan nog 15 beelden in kratten. En het merendeel daarvan komt niet terug, omdat ze heel erg slecht zijn. Ze zijn allemaal in stukken gebarsten. Deze luchtboogbeelden maken deel uit van de groep de zeven deugden. Deze komen wel terug. En deze hebben naast de groep met de zeven zonden gestaan. En de zeven zonden hebben we al een keer gerepareerd en gekopieerd. En die staan nu al op de kerk. De zeven deugden zijn net als de zeven zonden in tientallen stukken gebarsten. Dus we hebben nog behoorlijk wat werk gehad om ze allemaal weer op te lappen. Sommige missen onderdelen zoals vingers, oren, soms een heel hoofd ontbreekt. En dat is een van de stappen die we moeten nemen voordat we zo'n beeld kunnen kopiëren. Eerst in elkaar plakken en reconstrueren, zodat we weten wat we moeten gaan maken. Als je van een blok naar een beeld gaat, dan komt er natuurlijk een hoop puin bij vrij. En dat wordt hier dan tijdelijk opgeslagen, voordat het afgevoerd wordt. Het is eigenlijk het principe van een sleutelkopieermachine. Aan de ene kant zetten we het beeld, het oude beeld. Aan de andere kant zetten we een blok steen. En met een zaagblad brengen we de vorm van het oude beeld over in het blok. Met een heleboel zaagwerk en een heleboel puin kunnen we dan een volbewerkte vorm bereiken. Als je wilt weten hoe deze zaagmachine werkt, dan staan er twee filmpjes op YouTube waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe het proces gaat van blok naar beeld. Als we eenmaal het beeld hebben voorgezaagd op de zaagmachine, beginnen we met het hakwerk. Je kunt zien dat Jelle al behoorlijk ver is met zijn beeld. Bovenaan staat het gezicht er al op, maar onderaan moet het hele profiel nog gehouden worden. Ook de voeten staan er nog niet duidelijk op. Moeselkalk is een vrij grove kalksteen
En daarom is hij ook gekozen als vervanger voor die grove tufsteen waar de oorspronkelijke beelden uitgemaakt werden. Deze beelden hebben niet al te veel details, er staan geen duidelijke vingers op. Soms zijn het maar suggesties van handen, grote lijnen gehakt. En ook de tenen en de voeten zijn vaak niet duidelijk. Zoals ik al zei, staan we altijd buiten te werken. Ook bij slecht weer staan we buiten. Je kunt er een jas voor aantrekken. En we kunnen er ook een zeil voor trekken, dat we niet al te veel op de wind staan. Het beeld dat ik onder handen heb is de apostel Jacobus de Mindere. Die is met een knots gedood en daarom houdt hij ook de knots vast. Het beeld van Jelle stelt de apostel Paulus voor. Het zou ook nog Filippus kunnen zijn, maar we denken Paulus. We hebben de beelden op een schaartafel staan en daar weer op een draaischijf, zodat we aan alle kanten bij het beeld kunnen. En we kunnen ook het origineel draaien naar de stand van de zon en naar de kant van waaruit we kijken, zodat we altijd goed kunnen vergelijken hoe het oude beeld eruit ziet in verhouding tot het nieuwe beeld. Met krompassers kunnen we de maten overnemen, zodat we goed kunnen zien of het niet te groot wordt of te klein. Hier ben ik bezig om de hand over te nemen van het oorspronkelijk model. Want de zaag die ik heb, die kan niet overal bijkomen. Tussen de schouder en de hand zit namelijk nog een dicht vlak, zoals je ziet. En dat ben ik nu aan het aftekenen om het gelijk aan het oude werk te maken. Het is vooral een kwestie van veel tekenen en een stukje hakken, weer tekenen, een stukje hakken. En zo komen we langzamerhand steeds dichter in de buurt van wat het oude beeld geweest is. De zaagmachine vult niet alles in, dus het geeft nog vrij veel ruimte voor een persoonlijke benadering. Zoals je aan het zaagwerk van Stiele kunt zien, is het af en toe best wel een stoffige bedoeling. Hij heeft er een ventilator bij dat hij zelf niet de hele tijd in stof staat. Maar als het geen kalksteen is, zoals deze steen, dan hebben we een luchtkap erbij die verse lucht levert. Dus dan staan we niet al dat stof zelf in te ademen. Maar deze kalksteen kan eigenlijk niet zoveel kwaad, omdat er geen zand of iets dergelijks in zit. Het is ook een van de redenen dat we lekker buiten werken. Stiele's beeld is eigenlijk wat grover voorgezaagd, maar bij dit beeld maakt het niet zoveel uit. De vormen zijn vrij simpel. We werken aan alle kanten van het beeld tegelijk. Dus we draaien het heel veel en dan kijken we hoe het van de andere kant eruit ziet en of het nog klopt. En zo houden we overzicht over het hele beeld. Weer zo'n plek waar de zaagmachine niet bij kan, dus die moet je helemaal met de bijtel erop zetten. Je kunt aan Jelle's beeld duidelijk de kleine zaagstreepjes van de machine nog zien. Vooral op de kop van het beeld. We hebben wel wat vrijheid om iets meer details erop te zetten. Want deze steen leent zich meer voor een gedetailleerd uiterlijk
staan de oorspronkelijke tufsteen. De gedachte erachter is dat de eerste beeldhouwers dat waarschijnlijk ook gedaan zouden hebben als ze in deze steen hadden moeten werken. De kop van apostel Jacobus de Mindere, die ik hier aan het hakken ben, is alleen nog maar volgezaagd en grof weggehakt. Er staan nog geen details op. En dat ben ik hier aan het opzetten. Ik pak de mate van de neus en van de breedte van de kop over met een passer. Dit beeld is nog vrij in het beginstadium, dus het is allemaal nog ruw en amper vormgegeven. Ik ben op zoek naar de breedte van de neus en de diepte van de wangen. De diepte van de oogkassen. De baard kan wat grover gehaakt worden. Ik haak er hier een heel stuk van af. Uiteindelijk is het dit beeld geworden. Ik hoop dat jullie hiermee een beetje een indruk hebben gekregen van ons werk aan de luchtbootbeelden van de Eusebiuskerk.